Royce de Vries uit zijn teleurstelling over de uitspraak van het Amsterdamse Hof in het kortgeding tegen het AD, waarin hij het nieuwsmedium probeerde te weerhouden van het publiceren van een artikel gebaseerd op geluidsopnames van Weile Peter R. de Vries. De advocaat geeft aan dat hij opkwam voor vertrouwelijke informatie van zijn vader en dat hij steun vond bij de deken. Ondanks zijn inspanningen stelt de Vries dat het belang van vertrouwelijkheid en veiligheid in hoger beroep slechts beperkt is erkend. De nadruk van de zaak ligt op het beschermen van gevoelige informatie afkomstig van Peter R. de Vries en de Vries benadrukt de mogelijke impact op de veiligheid van betrokkenen. Zijn argumenten werden in eerste aanleg gesteund door de rechtbank, maar het AD ging in hoger beroep. Tijdens het hoger beroep werd onthuld dat het om een artikel gaat over BNNVARA-presentator Galit Kazem, die ooit samen met vader en zoon de Vries een advocatenkantoor runde. Het feit dat het AD nu toestemming heeft gekregen om het artikel te publiceren, zij het met voorwaarden omtrent anonimiteit roept verdere bezorgdheid op bij Royce de Vries. Hij beweert dat de veiligheid van mensen in het geding is en dat dit belang slechts beperkt is erkend in hoger beroep. De orde van advocaten, die zich later bij het geding aansloot, kreeg in eerste aanleg gelijk, maar de advocaat van het AD karakteriseerde het publicatieverbod als een poging om de pers in Nederland te mijlkorven. De kwestie belicht zo de delicate balans tussen persvrijheid en het beschermen van vertrouwelijke informatie.